Goedemorgen en weer van harte welkom bij deze online dienst. Ik hoop dat u er lekker voor zit deze morgen. Als u uw koffie nog wil pakken, pak hem snel. En ik hoop dat u klaar bent voor hetgene wat God deze morgen wil spreken. Laten we ons hart openzetten voor het woord van God deze morgen. En laten we deze dienst opdragen. Laten we bidden samen. Vader in de hemel, dank u wel, Vader, voor deze nieuwe morgen. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Heer, dank u wel dat u nog steeds dezelfde bent. Dat u Heer bent, dat u regeert. En dat we dat mogen proclameren in deze wereld, Heer, dat u nog steeds dezelfde bent. Dat u nog steeds alles in uw hand hebt en nog altijd het laatste woord hebt. Heer, Vader, dank u wel, Vader, voor deze mogelijkheid om deze morgen op deze manier, Vader, toch kerk te mogen zijn, Vader, en bij elkaar te komen. Heer, Vader, al is het online, Heer. Heer, we dragen deze online dienst aan u op. Heer, Vader, we bidden voor de leiding, Vader, van uw Heilige Geest deze morgen, Heer, Vader. Heer, en we zegenen het woord dat gesproken zal worden, Vader. Heer, we zegenen uw dienstknecht, oom Andreas, Heer, in de naam van Jezus. Heer, wees welkom, Vader, in ons midden. Heer, Vader, wees welkom in onze huiskamers, Heer, Vader, en we houden van u. En we zien uit naar datgene wat u deze morgen voor ons heeft, Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil vragen, we hebben deze morgen oom Andreas die het woord zal delen. Ik zou willen vragen of hij naar voren wil komen. En enjoy het woord. Dankjewel. Wel, het is goed om weer tot jullie het woord te mogen richten. Wel overbodig om te zeggen, ik ben van Molukse origine en ik wil een gewoonte vertellen wat de Molukkers normaliter doen, wanneer ze elkaar ontmoeten. En het eerste wat ze vragen is bij de Molukkers, hoe heet je? En als ze hun achternamen zitten, dan begint tegelijk een computer te werken van, oh ja, jij komt van dat eiland en jouw dorp is dat en dat. Dat is een typische gewoonte van dat iemand zegt van, ik weet waar je vandaan komt. Ik weet waar je ouders wonen. Dat ken ik en daar ben ik ook nog geweest. Nou, het thema van vanmorgen is dit. Zeg me wie ik ben en ik zal zeggen wie jij bent. Vertel me wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. Meestal, als je deze vraag stelt, dan bestrijdt dit tegelijk tegen een identiteitscrisis. Het geeft tegelijk een soort naam aan je. Wie ben je eigenlijk? En wat doe je? Wat denk je over het leven? Hoe denk je over jezelf? Weet je, we hebben een soort maakbaarheid dat we graag willen. Wie we willen zijn en wat we graag willen worden. Als je een klein jongen vraagt van wat je wil worden, dan zegt hij meestal brandweer, politie of een voetballer zoals Messi. We ontlenen bepaalde identiteit aan een ster. Nou is het verhaal wat we nu willen lezen, gaat ook over die vraag. Vertel me wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. Dat lezen we in Matteüs 16. Ik hoop dat u Bijbel bij u hebt en dat u mee kan lezen, zodat u weet, ik wil vanuit het woord van God spreken. En niet zozeer een menselijke filosofie of een verhaal. Matteüs 16, vers 13 tot en met 19 lees ik u voor. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Oftewel, vertel me wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. En zij zeiden, sommigen zeiden, u bent Johannes de Doper, anderen Elia. Weer anderen Jeremia of een der profeten. En hij zeide tot hen, maar jij, vertel me. Zeg me, wie ben ik? Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemel.
Het verhaal ging zo, Jezus was daar, Caesarea Philippi. Ze waren aan het wandelen of evangeliseren, Jezus en zijn vriendenteam. En ze hadden een soort intimie gesprek, alleen de discipelen en Jezus. En ze zeiden dit, en Jezus zegt tegen hen, zeg me even, wat vinden de scharen over mij? Hoe denken ze over mij? En een paar discipelen antwoorden, nou, ze zeggen dat je Johannes de Doper bent. Nou, dat is ook wel een compliment, dat zijn wel kanjers in het evangelie. En de ander zegt Elia. Ook een geweldige profeet. En dan Jeremia. Geweldige profeten. Geweldige dienstknechten van de Heer. En dan richt Jezus zijn vraagstelling aan Petrus. Maar Petrus, zeg jij mij even. Wie ben ik? En Petrus zegt. Gij zijt de Christus, de levende Zoon van de levende God. Het is een soort openbaring dat Petrus dat zo uitte. En Jezus zegt dit tegelijk. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Dit is de openbaring van de hemelse Vader. Dit heb je niet van je eigen. Nou, stel je voor. Simon. Hij zegt dat woord naar aanleiding dat de vraag van Jezus zei. Vertel me wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. En Jezus raakte zo onder de indruk van zijn antwoord, dat hij dit zegt. Zalig zijt gij, Simon Barjona. Dus hij weet, hij heet Simon. En Barjona, dat is een afkorting, Bar is een zoon van Jona, Barjona. Dus hij weet precies met wie hij spreekt. Hij weet zijn vader, Jezus. Jezus zegt dit, Barjona, zoon van Jona, Simon. Dit heeft de Heilige Geest jou geopenbaard. En Petrus, je bent gezegend. Weet je, dat is tegelijk een soort identiteit wat Jezus gaf aan Petrus. En die identiteit komt niet zomaar. Dat komt omdat hij beleden heeft dat Jezus de Zoon van de levende God. Nou, als we dat naar ons toepassen, naar de kerk, of naar mij, naar onszelf. Hoe denk jij over Jezus? Hoe denkt de kerk over Jezus? Hoe denkt woord en daad over Jezus? Is het evangelie een soort religie, een vaagheid of een goed burgerschap? Of heeft het te maken dat je leeft en een omgang hebt met de levende God? Dat je deelt de intimiteit met Jezus Christus? Dit is de vraag waar Jezus dus stelt. Wie ben ik? Weet je, eigenlijk zegt de Bijbel dit, wij dienen geen religie, maar wij dienen Christus. Wij dienen geen wijsheid van mensen of een filosofie van mensen, maar wij dienen de wijsheid die is van boven, die hemels is, die rein, die gezeggelijk is. Dat is waarvoor wij dienen. Wij dienen niet alleen maar omdat we goed mensen willen zijn in onze buurt, maar wij willen zeggen dat wij van God lief hebben. De reactie van Petrus, dat zegt de vraag van Jezus. Wie ben ik? Gij zijt de Zoon van de levende God. Ik wil met u lezen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 20. Dan zie je hier wat Johannes zegt over Jezus. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 20. En dan zegt hij dit. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwig leven. Dit is een belijdenis dat Jezus duidelijk zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het verschil is met andere religies, Jezus is duidelijk. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben het licht. Hij laat ons niet in het ongewisse, maar hij zegt het met zekerheid. Andere religies, die zeggen dat nooit. Want ze hebben veel goden, veel afgoderij, veel goden. Pantheïsme heet dat. Weet je, bijvoorbeeld de
Islam zegt van twee dingen, dat je dan moet geloven, dat is in Mohammed, de profeet, en de Koran, de geopenbare woord. Maar Jezus zegt duidelijk hier, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Weet je, een woord zegt ook van, er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er is alleen maar één weg tot God, dat is Jezus Christus. En als iemand mij vraagt, ja maar, wat betreft dan de Joden dan? De Bijbel zegt, Jezus is de weg en daar hou ik me aan. Er is geen andere weg gegeven waardoor we behouden kunnen worden. Waardoor we een omgang met God kunnen hebben dan door Jezus Christus. Terecht zegt Petrus naar aanleiding van Jezus de vraag, wie ben ik? Jezus, u bent de Zoon van de levende God, het vlees geworden woord. En dit is het geweldige antwoord van Petrus. Petrus zegt dat voluit en ik vind het geweldig dat Jezus tegelijk zijn identiteit geeft. Simon Barjona, je bent gezegend. Op deze belijdenis, op deze Petra zal ik mijn huis bouwen. Weet je, als we die belijdenis hebben, dat is niet alleen maar mond, met de mond belijden, maar met heel je wezen, dan gaat Jezus de gemeente opbouwen. Dan gaat Jezus mij opbouwen. Weet je, onze credo is dit, oftewel onze belijdenis, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Wat ik hier uithaal uit Matthäus 16, heb ik drie O's uitgehaald. De omgang, de openbaring en opbouw. In de eerste plaats is de omgang. Waarom zegt Petrus dat? Weet hij dat omdat hij dan uit de boeken geleerd heeft of uit de Torah, de wetten van Mozes? Petrus wandelde met Jezus, dus hij heeft omgang. Een andere vraag is dit, zeg me wie jouw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie je bent. Weet je, hij ging met zijn vriend Jezus. En natuurlijk word je beïnvloed door de genade, dan ga je ook handelen naar hem. Dan zie je ook de betekenis van wie Jezus is. Mag ik met u lezen? Psalm 25. Dan zien we het woord van God hierin. Met wie je omgaat. Hoe gaat God dan met je om? Psalm 25, vers 14. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Ik lees het nog een keer. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. De wijze van hoe je omgaat met Jezus, dan maakt hij ook zijn woorden, zijn verbond maakt hij bekend. Hij praat met je. Wij gaan met Jezus om. Ongeacht met mondkap of zonder mondkap, met of zonder mondkap willen wij de Heer prijzen. We laten ons niet intimideren door het virus wat rondwaait, maar we willen omgang met Jezus hebben. Soms denk ik ook van, mensen die graag van worship houden, waar zijn jullie om de Heer te aanbidden in deze tijd? Zijn we alleen maar afhankelijk wanneer daar de vrijheid is, maar als er een beperking aankomt, dan denk ik, dan behoren we nog altijd om op te gaan met Jezus, om te spreken en te bidden en te prijzen. Mijn vrouw en ik zaten hier in Vaassen koffie te drinken en ik zag een mevrouw krant aan het lezen. Ze was rouwadvertentie. Misschien kent u wel, hè, die mensen die graag rouwadvertentie. En ze was aan het lezen. Toen stel ik haar de vraag. Ik boog me zo voorover. Naar, mevrouw, staat er ook een bericht over de opstanding? Ze keek me lachend aan. Maar ze is een gelovige hoor. Toen zegt ze dit tegen mij. Dat is onze hoop hoor, opstanding. Denk ik, geweldig als je dat kleine beetje mag delen van wie Jezus is. Denk ik, geef het door. Weet je, we hebben zo'n rijkdom. Daarom zegt Jezus tegen Petrus, gij zijt zalig, Petrus. Jij bent gezegend. Jij bent gezegend. Jouw identiteit wordt niet bepaald wat de schade daarvan vinden. Of wat je vader of je moeder van vindt. Maar wat Jezus van je vindt. Ook de vraag naar jou toe, zegt Jezus. Vertel mij wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent.
Weet je, ik heb niet over het paspoortnummer, wat allemaal staat op je paspoort, of je ISBN-nummer, al die dingen. Nee, ik heb het over van wie jij bent in Christus. En ik geloof dat het woord inderdaad geroepen is juist om omgang met Christus te hebben. Om te leven. Om te bewegen in hem. Als een levende kerk te zijn in deze tijd. De drie O's. De eerste omgang hebben we net gehad. En dan komen we tot de openbaring. Tweede punt. Openbaring. Petrus had dit niet van zichzelf. Dat hij zegt, Jezus, u bent de levende zoon. U bent de zoon van de levende God. God de Vader heeft hem zelf gegeven. Als God dit geeft, dat betekent dat er een soort aanraking is. Zijn geest met mijn geest. Dat we dat kunnen zien en dat we dat kunnen ervaren van, ja, hij is de levende God in ons leven, in mijn leven. Als je nog nooit die aanraking hebt gehad, dan denk ik van, oeh, er zit wel een twijfel. Maar als je weet dat Jezus tot je gesproken hebt, dat je precies weet, God heeft dat gezegd, dan kan dat niemand van je wegnemen. Geen Satan, geen pijn, geen dood, geen scheiding. Niemand kan dat van je, omdat de openbaring van God daar is. We hebben niet de openbaring van de mensen nodig. We laten ook ons niet leiden wat de media schrijft of de kranten schrijft. Maar we laten ons leiden door de openbaring van het woord van God. En dit is het woord van God. Daarin laten we ons leiden, niet in onze eigen filosofie. Hier. Een ander voorbeeld dat Paulus niet zijn identiteit ontleent aan zijn Pinter zijn of aan zijn afkomst. Maar hij deelde juist door alles wat hij geleerd heeft als zijn intellectueel denken, heeft hij aan de kant geschoven. Ik lees hier voor, dat hoeft u niet op te zoeken, maar ik lees hier voor uit Korinthe 4. En dat zegt dit, dat Paulus, hij zag het licht, hij spreekt over het licht. 2 Korinthe 4, vers 6, ik lees hier voor. Dat staat dit, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Hij schrijft deze drie dingen. Licht, kennis en glorie. Paulus, hij was een Hebreër. Maar hij was ook een Romeinse. Hij heeft een nationaliteit Romeins. Maar hij kende ook het Grieks denken. Dus al die drie dingen. Licht, kennis en glorie. Oftewel, het Hebreeuws zegt van God is licht. En de Grieken die denken altijd aan wijsheid. Je moet pinter zijn. En de derde is dat de Romeinen zegt over glorie, over overwinning. Al die drie dingen, dat kent Paulus. Maar hij zegt, ik acht het om niet. Ik acht het als schade, ik acht het als vuilnis. Ik heb dat niet nodig om een identiteit in Christus daarin te zoeken. Maar ik zoek het vanuit de Heer. Want het licht heeft geschenen in mijn hart, in onze hart. En het licht schijnt in woord en daad. En van daaruit willen we gaan leven. Vanuit het licht Jezus Christus. En niet van wat de mening is van de schade. Zoals Jezus dat stelt richting zijn discipelen. Geweldige openbaring wat Petrus heeft. En die openbaring behoren wij te krijgen. Zullen we samen lezen uit Johannes 16. We hebben nog steeds over de openbaring. Johannes 16, vers 13. Jezus sprak hier over de Heilige Geest. Dan wil hij ons de weg laten kennen. En dat onthullen zijn geheimenissen. Dan zegt hij dit, Johannes 16, vers 13. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Als de Heilige Geest in je woont en je laat je leiden door de geest, dan zal hij jou leiden naar de volle waarheid.
De waarheid die is gepind op, Jezus, op de rots Jezus Christus. He? Want onze heiland zegt tegen Petrus, op deze rots, op de belijdenis van Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. En van hieruit, vanuit het woord van God, leren we juist te bouwen. Leren we de openbaring te ontvangen, want de Heilige Geest leidt ons door alle waarheid. Een dominee vertelde me laatst van de week nog. Hij had een zorg, een probleem en die ging naar een pastoraal medewerker. En die pastoraal medewerker die zegt dit. Ik hoef jouw verhaal niet te horen. Laten we bidden, ik wil eerst de stem van God horen. Dan zei die dominee dit tegen mij. Dat is de beste pastorale bezoek. Weet je, want soms wil je alleen maar de problemen van mensen horen en dan onze menselijke advies geven, hè, onze eigen wijsheid daarin geven. Maar ik denk, nee, we behoren eerst het woord. Als iemand een probleem heeft, dan denk ik van, laten we even stil zijn. Laten we eerst de openbaring van God zoeken. En dan pas praten. Niet dat het probleem klemtoon is van je samen zijn, maar het antwoord daar naartoe gaan. En dat is Jezus Christus. Weet je, we hebben de omgang van God nodig, de drie O's. De openbaring van God nodig. En die openbaring is ook dit. Wanneer het woord van God in het Grieks, zijn er twee woorden. Dat is logos, het gewone woord wat je leest. Maar er is ook een ander woord dat zegt rhema. En rhema wil zeggen dat het actuele woord is. Dat het actueel spreekt door de levende God rechtstreeks tot je hart. Dat je denkt van, ik zie het nu. Ik zie het nu pas. Ik heb de hele tijd naar gekeken, maar nu begrijp ik het pas. Dat is rhema, het woord van God. We hebben hier het openbaring nodig. En Petrus zegt dit, de openbaring, hè, hoe de geest van God werkt, dat is juist gesteund en gefundeerd op het woord van God, op Jezus Christus. En daar moeten we naartoe gaan. Omgang, openbaring. En ten derde is opbouw. We behoren te bouwen vanuit de rots. En niet vanuit een molshop die we eigen hebben gecreëerd. Maar we bouwen op de rots Jezus Christus, want dat is stevig. Jullie kennen het voorbeeld, hè? Dat Jezus zegt van, als je een huis bouwt, moet je niet bouwen op het zand. Maar moet je bouwen op de rots. Want als de stormen komen en de winden komen, en je bouwt op zand, dan blaast dat hele huis weg. Maar als je bouwt op de rots, ook al komen de winden, ook al komen de stormen, ook al waait het virus nog steeds, word je niet omvergeblazen. Een andere psalm zegt dit. Als de rechtvaardig valt, dan stort hij niet neer. Ik herhaal het nog, psalm zegt dit. Als de rechtvaardige valt, dan stort hij niet neer. Want de Heer bevestigt zijn schreden. De Heer bevestigt zijn stappen wat hij onderneemt. Dat is geweldig. Wij krijgen strijd, ongeacht of wij geloven of niet geloven. Zorgen waaien om je heen. Maar we weten dat wanneer we omgang hebben en openbaring hebben van God, dan gaat God ons opbouwen. En in diezelfde antwoord van Petrus zegt Jezus dit. Je bent gezegend, je bent zalig, Simon. De poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Wat wil zeggen dat het dodenrijk niet ons kan hinderen. Want omdat je identiteit in Christus is, kan dat jou niet pakken. Het is juist andersom. Wij verbreken juist die bolwerken van de boze, van de doodsmachten. Daarvoor ben je geroepen. En als je identiteit hebt voor een bepaalde land, dan heb je je rechten en je plichten. En de Bijbel spreekt hierover dat je rechten en plichten hebt. En dat is dit, wat Jezus zegt ook tegen Petrus. Petrus, ik geef je hier de sleutel. Sleutel van een koninkrijk dat je kan binden en ontbinden. Dat je kan sluiten en dat je kan openen. Dus de opbouw heeft te maken van dat je gaat openen. Dat je laat zien het werk van God dat het opbouwt. Maar dat je ook gaat hinderen zaken die niet uit het woord is. Die vleeselijk is. Ook al is het goed bedoeld, nee. Want je hebt de sleutel gekregen. Weet je? Dus in die zin denk ik dat God dat ook reikt aan je. Jij, jullie, gemeente, hebben de identiteit van het woord van God gekregen. Maar we hebben ook gezag gekregen omdat we sleutel hebben. En een sleutel heeft te maken met autoriteit. Je kunt sluiten,
in het Molukkers zeggen, kubisa trimatamu. Of niet trimatamu, weet je wel. Je kunt iemand binnenlaten of niet ontvangen. Of binnenlaten. Jezus spreekt hier over die sleutel. En ik denk dat we dat nodig hebben, die sleutel, om daarmee te werken. We worden opgebouwd vanuit de rots. Onze karakter wordt gevormd vanuit God. En ook al zijn daar hindernissen, zoals we lezen in Romeinen 8, vers 37. Lees u met me mee? Dit geldt ook voor deze tijd, hoor. Ongeacht of er nog een tweede golf komt of andere dingen die ons te wachten staat, dan spreekt Romeinen 8, vers 37 tot en met 39. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem. Alleen door de Zoon van de levende God, die ons lief heeft gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog virussen, nog andere golven, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. De briefschrijver van Romeinen noemt hier even wat punten op. Dat deze punten ons niet kunnen hinderen. Het is net dat de poorten der hel ons niet kunnen overweldigen. Ook al deze dingen, ook al zijn dat pijnlijke dingen. Maar het woord van God is waar van het begin af. Tot nu toe is het waar. En daarin behoren wij juist in die rots te zijn, op de rots zijn. Zegt Psalm niet vele malen, gij zijt mijn rots, mijn verlosser. Omgang. Openbaring, opbouw. Daar is gemeente voor geroepen, maar ook persoonlijk. Zeg mij wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. We hebben nu over de persoon Petrus gehad. Een type van ons, van mij of van de kerk. Maar laten we nu eens kijken van wie is God? De eerste kennismaking van Mozes met God, vroeg hij zijn naam. En God zegt van, ik ben die ik ben. Ik ben er, ik ben er altijd geweest. Ik zal nooit weggaan, ik ben dezelfde. Gisteren zal ik zijn, vandaag zal ik zijn, morgen zal ik zijn. Ik ben de eeuwige voor morgen, voor het present, voor gisteren ben ik dezelfde. Hij is de eeuwige. Die, over die God spreken wij, die zijn zoon heeft gegeven. Ik lees in Exodus 3, vers 14. God gaf dus antwoord, hè, want Mozes zegt van wie bent u, hoe heet u? Dus zei de God tegen Mozes, ik ben die ik ben. Dus hij is de eeuwige. Als je kijkt dan naar het Nieuwe Testament, wat de Nieuwe Testament spreekt over God, dan zegt de Hebreeënbrief dit. Hij heeft geen ouders, hij heeft geen voorgeslacht. Hij heeft geen geboorteregister. Hij is van eeuwigheid, hij is dezelfde. Over die God spreken wij. En wat is het geweldig dat wij met die eeuwige mogen leven. Omdat wij tijdelijk zijn, we hebben een begin. En straks mogen we leven in de eeuwigheid. Ongeacht wat in de wereld zich afspeelt, of dat mensen bang maken voor wat er gaat komen, of het nou complottheorie zijn, of al die dingen meer. Denk ik, we moeten ons hier richten op de rots Jezus Christus. Dat is onze kracht, dat is ook de kracht van de gemeente. En ik lees u dat voor, dat staat vanuit de basisbijbel. Wat Jesaja zegt over God, ook in een vragende vorm. Wie heeft in de palm van zijn hand gemeten water op aarde? Weet je, al de water, al de oceanen.
Al de Bandazee, al die diepe zeeën heeft God allemaal in zijn palm. En wie heeft tussen zijn duim en pink gemeten hoe groot de hemel is? Jesaja 40 staat daar. Wie heeft de maatbeker genomen hoeveel stof er op aarde is? Al die stof, denk maar aan de Sahara, hoe groot dat is. Al die stof, God meet het met als een maatbeker. Want God is groter dan ons denken. Wie heeft de bergen en de heuvels op een weegschaal gewogen? Wie gaf de leiding aan de geest van de Here? Wie heeft hem goede raad gegeven? Met wie heeft hij overlegd? Wie heeft hem iets geleerd? Of wie heeft hem wijsheid gegeven? Wie heeft hem gezegd hoe het moet? En dan gaat hij verder. Let op, al de volken zijn maar als een druppel aan een emmer. Als een stofje aan een weegschaal. Let op, hij strooit de eilanden uit als fijn stof. Vergeleken met God stellen de volken niets voor. Vergeleken met God, met hem zijn ze klein en onbelangrijk. Met wie of met wat willen jullie God vergelijken? Dan gaat hij verder. Met wie willen jullie mij vergelijken, zegt God. Wie is als ik, zegt de heilige God. Kijk omhoog naar de hemel. Wie heeft dat allemaal gemaakt? Hij die door zijn macht alle sterren één voor één tevoorschijn roept. Al zijn er nog zoveel, hij is geweldig machtig. Niet één ster ontbreekt als hij roept. Als we 's nachts naar het hemelruim kijken, dan zien we allemaal sterren. En hier zegt Jesaja 40 dat hij kent elke ster bij naam. Als God elke ster bij naam kent, hoeveel te meer jouw naam. Ongeacht hoeveel namen je hebt. Ik heb 2 namen, Andreas Dominguez, misschien heb jij meer. Maar God kent zelfs ook je tweede naam. Omdat God zegt, zeg mij wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. En ik denk dat wij dat ook een antwoord moeten behoren te geven, ook heden ten dagen. Zeg van Heer. U bent de zoon van de leven God. U bent de weg, de waarheid en het leven. Als laatst voorbeeld. Een van de vrienden van Jezus. Ik zeg het maar nu even in het Nederlands. Als het een Nederlandse discipel is, dan heet hij Flip. Maar de Bijbel zegt Filippus. Filippus zegt dit tegen Jezus. Jezus. Hebt u uw mobiel bij u? Laat even de selfie van God de Vader zien. Hè? Filippus zegt, toon ons de Vader. Dan is het ons genoeg. Jezus' antwoord was dit. Filippus. Ik heb omgang met jou. Ik loop al de hele tijd met jou. Is het niet genoeg? Als je mij ziet, heb je de Vader gezien. En wat is het mooi. Als we met Jezus wandelen, dan gaat God zich openbaren in ons leven door de geest van God. En God gaat zich openbaren. En ik denk dat God met ons mee wil gaan hierin. Ik kom tot de slotsom. De 3 O's. Omgang met Christus, openbaring door de Vader en opbouw door de Heilige Geest. Vanuit deze Matthäus 16. Laten we een antwoord geven. Als Jezus zegt, zeg mij wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. Vader, ik wil u bidden dat wanneer u die vraag stelt in ons leven, dat u dat antwoord geeft wat uit ons hart komt. En ook al zou er twijfels zijn, ook al zou het geen goed of geen volmaakte antwoord zijn. Toch willen we tot u zeggen, we willen omgaan met u. We willen bewegen in uw tegenwoordigheid zijn. We willen de beweging zijn die in de Heilige Geest is. Want u geeft mij identiteit. U zegt wie ik ben. En u zegt wie ik mag zijn. Leer mij te bouwen vanuit uw woord. Leer mij te bouwen
van wat u zegt in uw woord. Want dat maakt mij gelukkig. Dan word ik niet heen en weer geslingerd door allerlei winden van leren of gedachtegangen of van visies. Of van de moeilijke periode van heden. Maar dan bid ik u, Heer, dat u ons tegemoet komt, dat u mij tegemoet komt. Vader, ik bid u voor de toehoorders thuis. Laat uw woord die beweging maken in ons leven, opdat we met u mogen opgaan, opdat we met u mogen leven. Heer, aanvaard mijn leven. Ik wil niet bouwen op mezelf, of bouwen op mijn eigen recht of mijn eigen maakbaarheid van wie ik ben, maar ik wil bouwen op de rots Jezus Christus. Ik bid u, Heer, dat wanneer u spreekt tot uw kinderen die nu horen uw woord, dat ze uw vrede mogen ontvangen. Heer, dat spreek ik uit op dit moment. Dat uw vrede overvloedig is. Uw vrede is meer dan een gevoel, meer dan een emotie. Maar dat is dat soort openbaring waarover u spreekt. Dat het ons hart raakt. Dat het zekerheid geeft in deze tijd. Ja, ik ben niet bang voor morgen, omdat hij leeft. Dank u wel voor uw goedheid. Ik bid u voor de gezinnen die nu luisteren met kinderen. Dat ze daarover gaan spreken met elkaar. Dat ze een diepgang mogen hebben in de omgang met uw woord en uw Heilige Geest. Ik wil u prijzen. Ik wil u ook danken voor de gemeenteleden, voor woord en daad. Dank u voor uw power. Dank u dat u voorwaarts gaat, met of zonder mondkapje. Met bezoek of zonder bezoek. Met of zonder diensten. Dat we weten, er is een God die leeft, er is een God die spreekt tot mij. Zeg mij wie ik ben en ik zal zeggen wie je bent. Dank u wel voor uw power. Wees gezegend, wees bekrachtigd en geniet van de zegeningen van God. Amen. Amen. Het woord is aan Romano. Is het niet heerlijk om te lezen en te duiken zo deze morgen in het woord van God? Ik hoop dat u bent bemoedigd, ik ben bemoedigd, ik ben bekrachtigd. Zeg me wie ik ben en ik zal zeggen wie u bent. Laten we weten wie Jezus is. Zodat we onze eigen identiteit ontdekken. Maar laten we er ook over spreken. Over wie Jezus is. Onze getuigenis delen. Van wat hij voor ons betekent. Omdat de impact zal hebben in deze wereld. Amen. Als u wilt geven deze morgen, dan komt op dit moment het rekeningnummer onder in beeld te staan. U kunt digitaal geven. Ik wil u aanmoedigen om met een blijmoedig hart te geven. En dank u wel voor uw gift. Ik wil graag de zegen uitbidden. Gemeente, ontvang de zegen. Wees gezegend met de liefde van God de Vader. De genade van zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest zijn met u allen. Heb een gezegende week in Jezus' naam. Amen. God bless you.